Welkom bij RTV Midden-Brabant. Mijn naam is Soufiane Wakili. En vandaag ben ik in Waalwijk bij Waalwijk Ontmoet. Er gaan heel wat prijzen vallen en ik ben hartstikke benieuwd. Wie heb ik naast me zitten? Aukje van Berkel. Ja. Aukje, ik heb gehoord dat jij genomineerd bent voor een van de vrijwilligsters van het jaar. Ja, dat klopt. Ja, echt? We zijn met z'n drie finalisten. Mm-hmm. En een van de drie zal het worden vanavond. Denk je dat jij gaat winnen? Dat weet ik niet. Kijk, als je vrijwilliger bent, dan doe je heel veel. Als je genomineerd wordt voor zoiets, dan doe je al heel erg veel. Dus ik neem aan dat die anderen ook heel veel doen. Wat doet het met jou dat je bent genomineerd? Het is voor mij een bekroning eigenlijk op het vrijwilligerswerk wat ik dus heel mijn leven gedaan heb. Ja. Ik ben als jong meisje al begonnen met vrijwilligerswerk. En als je dan nu op deze leeftijd bent en je zegt nu eventjes ho, ik stop eventjes, dan is dit een ontzettend mooie bekroning. Ja. Want het is volgens mij al een prijs als je wordt genomineerd. Voor mij wel. Toch? Ja, voor mij zeker. En heb je nog tips voor al die andere mensen die aan de andere kant van de buis zitten en die zoiets hebben van ja, hè, vrijwilligerswerk, leuk en aardig, maar wat heb ik eraan? Nou, ik vind zelf vrijwilligerswerk, dat moet je uitproberen. Ja. Er zijn dingen waarvan je zegt van, oeh, dat is eng, dat durf ik niet. Probeer het gewoon, je weet het nooit. Ja. Het kan bevallen, het kan tegenvallen. Er zijn zo ontzettend veel vrijwilligers nodig, overal. In alle lagen van het vrijwilligerswerk. En er komen zo ontzettend veel mensen tekort. Dat ik zou echt zeggen tegen die mensen van, probeer het gewoon. Gewoon proberen. En neem die stap. En die drempel liggen niet hoog. Echt niet. Een gouden tip van Aukje. Ik hoop dat je die prijs gaat winnen. We zullen het zien. We zullen het zien. Nou, ik ben benieuwd. Oké, dankjewel. We zullen het straks zien. Van Eindel, Stijn op gitaar, als een hele applaus voor Lieke Deeltjes.
Hey, wie heb ik naast me zitten? Julia. Julia? Julia, waarom ben je hier? Voor sport. Genomineerd. Je bent genomineerd voor sport? Ja, ja echt? Ja. Wat voor sport doe je? Ja, voetbal. Speel je voetbal? Nee, niet echt, maar met het kruifkort. Oké. Okay. Leuk? Ja. Hey, heb jij fans meegenomen? Ja! Ja. Julia? Ja? Denk jij dat je gaat winnen? Ik hoop het. Ja? Nee, je moet ja zeggen. Ja. Ben je zenuwachtig? Ja. Heel erg zenuwachtig. Heel erg. Ja. Ik wens jou heel veel succes. Dankjewel. En voordat we gaan wil ik even een high five. Oké? Okay. High five. Ja, wat zeg je? Oh, ja, high five. Nou, heel veel succes. Heel veel succes, Julia. Dankjewel. Fans, zijn we er? Ja! Ja! Mevrouw, waarom bent u hier? Omdat mijn man hier is. Ja? Ja? Is die ergens voor genomineerd? Ja, voor de voedselbank. Voor de voedselbank? Ja. Denkt u dat hij die prijs gaat winnen? Nou, ik hoop het, maar ik denk het niet. Mevrouw, iets positiever, ja, iets enthousiaster. Ja, maar er zijn hier zoveel mensen die goede dingen doen. Ja, ze verdienen het allemaal. Ja, maar uw man ook. Ja, natuurlijk. Beetje positief daar. Nou, dus ik ga het u nog één keer vragen. Denkt u dat uw man nog gaat winnen? Ja, echt wel. Ah, ik ben overtuigd, dank u wel. En wie bent u? Ik ben Sjoerd Potters, wethouder in Waalwijk. De wethouder van Waalwijk? Ja. En waarom bent u hier? Omdat wij vandaag een aantal prijzen gaan uitreiken, waaronder de vrijwilligersprijs, de sportprijs, de ondernemersprijs. En het thema is Waalwijk ontmoet, dus iedereen in Waalwijk mocht hier komen vandaag. In één woord wat u van vanavond vindt? Een hoop gezelligheid en een hoop waardering voor alle mensen die zich ontzettend hebben ingezet afgelopen jaar. Ja. Niet één woord, maar... Ja, maakt niet uit. Okay. We begrijpen het, we voelen het. Dankjewel. Okay. Goed, graag gedaan. Betekent dat we vandaag in een volgens mij goede sfeer, op een mooie locatie, vier prijzen gaan uitreiken. Het jeugdlintje, nieuw, voor de eerste keer. Al een tijdje aangekondigd, maar vanavond is dan de avond waarop we dat gaan doen. De tweede prijs die we gaan uitreiken is ook nieuw. Een ondernemersprijs. Waalwijk is een ondernemende gemeente. En vrijwilligers, daar kun je niet zonder. Maar ondernemers, daar kun je ook niet zonder. En wij denken dat op die manier dus te compenseren door te zeggen, we hebben een ondernemersprijs. En we hebben natuurlijk een vrijwilligersprijs en we hebben natuurlijk een sportprijs. Dat is de bedoeling van dat wat we nu gaan doen. En daar heet ik u van harte welkom bij. Hoe hebben we dat gedaan? U mocht voordragen via internet op een andere manier. Maar u bent degene die alle die dadelijk op het podium gaan staan uiteindelijk ergens hebt voorgedragen. We hebben een jury. Die jury heeft bestaan uit Roel van Gulp van Cassade. Edward Gakeer namens het Waalwijks Bedrijvenplatform, Leo Mastenbroek namens de Rabobank, Sjaak Kolen namens het Brabants Dagblad en Ronald Koeman namens RKC. Die vijf mensen zijn jury. En die hebben op een nogal... Oh, ik zeg het verkeerd. Edward. Nou ja, het had er ook net zo goed Ronald kunnen zijn, maar maakt uit. Ja. Ja, hier spreekt Pieter Kleingeld. Ja, zoiets. Drie genomineerden. Zij hebben uiteindelijk uit degene die u voorgedragen hebt per categorie drie mensen of groepen of stichtingen genomineerd. En uiteindelijk kan er maar eentje winnen en die wordt vanavond dan ook bekendgemaakt. Nog even ten aanzien, als u nou dadelijk hebt voorgedragen en als u zeker weet dat u uitstekend werk in Waalwijk verricht, in de gemeente Waalwijk verricht, en u hoort niet tot de genomineerden, dan kunt u dus nummer 4 zijn geweest. Het verschil is natuurlijk heel erg klein. Ook als u er nu niet bij hoort en als we dit volgend jaar opnieuw doen, dan wachten wij op uw nominatie, op uw voordracht van al diegenen die vanavond niet genoemd worden. En zo dadelijk gaan we dus over tot de winnaars en de genomineerden. Dat gebeurt door drie wethouders die achtereenvolgens zo dadelijk op het podium komen. En ik zou graag willen beginnen met het jeugdlintje. Nou doe ik dat op een beetje aparte manier, want u kunt mij nu zien, maar ik zou iemand deze kant op willen vragen en die zou ook wat vragen willen stellen, maar die zit in een rolstoel en daarom moet ik even naar beneden toe. Maar als u luistert, kunt u misschien heel goed horen wat we bespreken. Dag mevrouw. Dag meneer. Ze weten niet wie u bent, hè? De meeste mensen niet. In Waalwijk zeggen ze dan, wie zit jij?
Nou, ze kennen me wel van winkels en dan zeggen ze altijd, kan ik u helpen? Oké. Ja, dus ja. Maar ik ben geen echte Waalwijkers, maar we wonen volgend jaar 50 jaar in Waalwijk. Ja. Mijn man en zijn gezin. Ja. En u hebt een kleindochter? Ja. Hoe heet ze? Fleur. En die kleindochter hebt u genomineerd? Ja. Om voor het jeugdkleintje. Kunt u uitleggen waarom u haar genomineerd hebt? Ja. Op zich is natuurlijk elke oma trots op kleindochter, op kleinzoon. Dus wat is uw verhaal achter uw nominatie? Toen zij geboren werd, vroeg ze onze dochter of wij een paar keer in de maand op wouden passen. Dat hebben wij gedaan en toen ze een jaar of twee was, kreeg ze in de gaten. Hé, oma kan hier niet bij, oma kan dit niet, oma kan dat niet. En die is mij overal mee gaan helpen. Mijn schoenen uit, mijn schoenen aan. En op de kalender heb ik een kruisje staan als ik medicijn heb gemaakt. Heb je tabletten op? En overal mee. Als we koffie willen, zet ze het. En ze is nu in de tussentijd natuurlijk veel ouder. Maar ze blijven tot de dag van vandaag nog steeds doen. Maar ze is ook sociaal op school en tegenover andere mensen. Want ze zit gewoon in het kind. Maar er is wel een orde van uw medicijnen. Wordt in de gaten gehouden door uw kleindochter. Van lukt dat allemaal wel, oma? Ja. Als het gaat om afwassen, als het gaat om aankleden, al dat soort zaken, daar speelt ze een rol in. En u past haar op of ze komen en u gaat daar naartoe? Nee, ze komen bij ons in huis, omdat dat gelijk vloers is, is voor mij gemakkelijker. Dames en heren, op zich denk ik bij mezelf, dit verhaal heb ik vaak gehoord. Hoe oud is Fleur? 7 jaar. 7 jaar. Fleur, kom eens. Dames en heren, om kort te gaan. Fleur Vitters staat hier bij me. Kom hier maar zitten. Tafeldekken, helpen bij het koken, was uit de wasmachine halen, post halen, in de gaten houden of oma haar medicijnen neemt en andere mensen in de flat bij oma helpen, deuren openhouden enzovoort. Fleur Vitters, jeugdleentje 2012, 7 jaar oud, geweldig, een voorbeeld voor heel veel kinderen en mensen in Waalwijk. De medaille is bijna groter dan jij. Nog een keer een applaus, mag ze best hebben. En dan is hier de opkomende band. Die wordt ingelijst. En een bloemetje voor iemand van 7 jaar. Nogmaals, geweldig. Ik zou graag het woord willen geven aan wethouder Sjoerd Potters voor het uitreiken van de vrijwilligersprijs. Toch wel leuk om een keertje aan deze kant van het podium te mogen staan. In het mooie stadion van de RGC. We gaan over tot de uitreiking van de vrijwilligersprijs. Ik heb dat vorig jaar gedaan in het gemeentehuis in Waalwijk. Hadden we ook een hele grote opkomst. Maar ik zie hier weer een hele hoop bekende en vertrouwde gezichten. Dus ontzettend leuk dat jullie hier allemaal weer zijn. Nu moet ik even de envelop openen. Dan moet ik natuurlijk een beetje spannend houden wie natuurlijk degene is die heeft gewonnen. Dus ik ga eerst even de top 3 opnoemen van de mensen die genomineerd zijn. En dan begin ik met de eerste. Al ruim 25 jaar vrijwilliger bij Koninkopia in Waalwijk. En de drijvende kracht van de muziekvereniging, de heer Anton Hurkmans. Gefeliciteerd met de nominatie. Toch een verrassing? Ja. Ja? Ja, wel. Maar al 25 jaar bezig, dus het zou er toch wel een keertje voor mogen komen, zou je zeggen. Ach, u bent bescheiden. Heel goed. Dit jaar organiseerde zij in de zomervakantie voor de 38e keer de kindervakantie voor zo'n 250 kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar. De vrijwilligers van Stichting Jeugdland in Waalwijk. Gefeliciteerd, gaat u zitten. Ook spannend voor u toch wel om genomineerd te zijn? Zeker weten. Dan hebben we nog de derde genomineerden. Eens even kijken, dat is... Stichting Strohalm. Ze geven al ruim 10 jaar met zo'n 23 vrijwilligers direct en concrete hulp aan de Waalwijkse gezinnen met minderjarige kinderen die financiële problemen hebben. Fantastisch mooi doel. Geef ze een groot applaus. Oké, goed. Ik hoor even gesouffleerd, zo hoort het ook. Ook de Voedselbank is genomineerd voor de derde plaats. Dus ook die eventjes nog naar voren op het podium. Nou ja, de Voedselbank. Gefeliciteerd, ook u doet al heel lang heel goed werk.
En meestal in alle stilte, voor heel veel gezinnen. Maar toch, deze nominatie is ook toch wel een erkenning voor het mooie werk wat u doet, volgens mij. Ja, heel fijn. Goed, dan beginnen we toch met de uitreiking. Het is natuurlijk altijd zo dat er één moet winnen. Dat is mooi als je in een stadion hier in RKC staat. Afgelopen keer misschien niet zo'n geweldige prestatie, maar ik hoop dan toch wel een keer daarna wel. Maar ja, uiteindelijk hebben we ervoor moeten kiezen. En de beste vrijwilligersprijs 2011-2012 van de gemeente Waalwijk gaat naar Stichting Jutland Waalwijk. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dan hebben we volgens mij een fantastisch mooi beeldje. Als je het even wil laten zien aan de fotograaf. Helemaal goed. Heel mooi. Maar er hoort nog meer bij. Want hier doen we er natuurlijk ook een beetje voor. U krijgt deze check, ter waarde van 500 euro, die u aan uw goede doel mag besteden. Dus... Wilt u nog iets zeggen, reageren? Ja, heel erg. Hartstikke bedankt. We doen het met z'n zessen. Danny, Femke, Marjolein, Mark, Wendy en Jos. Samen met nog 50, 60 vrijwilligers, ieder jaar opnieuw de laatste week van de zomervakantie voor alle Waalwijkse kinderen die zo vrijwillig daaraan rekenen doen als ze een kaartje kopen. Wij hopen er nog heel erg lang te mogen doen en zijn ook altijd enorm blij dat de ouders heel erg veel vertrouwen hebben in Jeugdland al 38 jaar lang en zijn hele week toch hun kostbaarste bezit toevertrouwen. Dankjewel! Maar er zijn in Waalwijk niet alleen veel vrijwilligers, er zijn ook veel ondernemers. De burgemeester refereerde daar al aan bij de opening. De eerste keer dat die prijs ook wordt uitgereikt. Er zijn er veel ondernemers, er zijn grote ondernemers, kleine ondernemers. En natuurlijk is iedere onderneming erop gericht om winst te maken voor het bedrijf. Want anders hou je de onderneming niet lang vol. Maar we weten in deze tijd, het gaat niet alleen meer om ondernemen, maar er zijn ook andere vraagstukken aan de orde, zoals het milieu, de duurzaamheid, innovatie, goede sociale verhoudingen. Kortom, een aantal zaken die wij samenvatten in de noemer maatschappelijk ondernemen. En het is, zeg maar vanuit de focus van het maatschappelijk ondernemen, dat een aantal bedrijven zijn genomineerd. En welke bedrijven dat zijn, die zal ik u nu voorlezen en noemen. Het eerste bedrijf bestaat al 35 jaar in Waalwijk. Actief ook, op het gebied van maatschappelijk ondernemen. En dat is het bedrijf Zwartmans BV. En ik weet niet of de vertegenwoordigers van dat bedrijf hier aanwezig zijn. Gefeliciteerd met deze nominatie. Want jullie doen nogal wat op het gebied, met name om CO2-gebruik terug te dringen. Zonnepanelen op de bedrijven, misschien wel iets meer van zeggen wat je doet. Het grootste terugbrengen van CO2 is, wij komen eigenlijk alleen in de buurt, midden- en West-Brabant, en verder gaan we niet. Dus dat is de grootste reductie. En dat is ook de reden dat je niet verder gaat? Nee. Oké. Okay. Het ander bedrijf, is een bedrijf uit Spankpelle. Advanced Electromagnetics BV, misschien beter bekend als het bedrijf van Johan Paulides, de zoon van Sjaak Paulides, die ik hier ook aanwezig heb gezien. En dat bedrijf houdt zich met name bezig met de vervanging van verbrandingsmotoren naar elektromotoren. En doet dat voor een aantal sectoren, zoals de automotive industrie, op windmolenpark, ook andere sectoren. En ik heb begrepen van Johan dat hij eigenlijk Spankpelle, Waalwijk en misschien ook wel Nederland iets te klein gaat vinden. En probeert de vleugels ook uit te slaan buiten Nederland en over de grenzen heen. Maar misschien wil hij daar zelf ook iets meer van vertellen. Johan. Ja, dankjewel. Wij zijn een beetje een vreemde inkt in de logistiek Waalwijk. Maar wij zijn meer een high-tech bedrijf. Wat wij doen is elektrische aandrijvingen maken. Dat kan voor kleine voertuigen tot grote voertuigen. Wat we doen van trucks tot binnenvaartschepen zijn een prototype. En op dit moment zijn we bezig met een heel mooi landbouwproject. Waar we meer groen in de landbouw en dan vooral in Azië willen geven. Hè, of beginnen.
Ja, en wellicht ligt in Azië ook een mooie toekomst, maar dat is dan nog niet helemaal zeker. Maar in ieder geval gefeliciteerd met deze nominatie. Zeggen het volgende genomineerde bedrijf, ook van ouds bekend in Waalwijk en Sprangkapelle. Het is Van Wijlen Cultuurtechniek, bekend op het gebied van infra- en cultuurtechnische werkzaamheden, aanleg, onderhoud van wegen, sportvelden, groen, rioleringen, etc. Is een vertegenwoordiger van Van Wijlen, Bert zelf zie ik, is hier aanwezig. Prima. Ja, ook Bert, gefeliciteerd met deze nominatie. Ik heb iets mogen zeggen van je bedrijf, misschien niet alles. Dus je kunt er nog iets aan toevoegen wat je nog meer doet. Ja, dat is zoveel, dan ben ik heel de avond bezig. Dat moet je zeker niet doen, want er komen nog een paar prijzen. Deze drie genomineerden, en het is al meer gezegd, ook anderen hebben ook meegedaan, dingen zeker zo goed naar zeggen, de uiteindelijke prijs. Maar er moet altijd gekozen worden, er moet iemand genoemd worden tot zeggen, de winnaar. Nou, daar heeft de jury zich over gebogen. En het rapport van de jury luidt als volgt. Volgens de criteria van Waalwijk ontmoet, komen in principe alle kandidaten in aanmerking voor de titel. Alle bedrijven onderscheiden zich op het gebied van innovatie, duurzaamheid en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De jury is echter van mening dat één bedrijf zich onderscheidt ten opzichte van de andere genomineerden door zijn grote, belangeloze inzet voor de lokale gemeenschap. De winnaar van de beste ondernemersprestatie 2011-2012 van de gemeente Waalwijk is, en dan moet ik de envelop openen. Spanning een beetje op. De winnaar is geworden aannemersbedrijf Van Wijlen Cultuur. En daar hoort deze prachtige schoen bij. En misschien niet alleen dat, maar ook voorkomende checken. Ja. Een cheque van de Rabobank ter waarde van 500 euro. Je kunt ongetwijfeld hartstikke leuke dingen mee doen. Nou, ja, mag zo. En tenslotte ligt nog een bos bloemen voor het bedrijf, de medewerkers, personeel. Alsjeblieft, het is je van harte gegund. Nogmaals een applausje voor deze sociale ondernemer. Ik zal de cheque te goede laten komen aan een paar instellingen hier in Waalwijk. Maar als we in het Mannenmakersstadion zijn, bij RKC op bezoek, dan is er geen betere locatie om de sportprijs uit te reiken. En we beginnen eerst met de top 3 in willekeurige volgorde. Hij beklom, de eerste genomineerde, als zevende Nederlander, de Seven Summits. En dan denkt u wellicht, de Seven Summits, dat zijn de hoogste bergen van elk continent. Alle zeven hier op aarde. En de zevende Nederlander, de zevende summiteer uit Nederland, is een inwoner van Waalwijk, Robert de Vries. Ja, de afgelegenheid van heel veel bergen, het feit dat je altijd lang onderweg bent en er ontzettend veel tijd en geld in moet stoppen. De tweede nominatie. Zij waren de beste van 1400 deelnemende teams uit heel Nederland. De winnaars van het landelijke Kruifkoortskampioenschap. De meiden van groep 8 van basisschool Bezooien. Heel goed dames, toen jullie eraan begonnen, had je gedacht dat je zou kunnen winnen? Nee. En dat ging zeker steeds beter? Ja. En toen mocht je aan de finale meedoen, toen dacht je ook nog niet dat je zou kunnen winnen. Nee. Waarom is het toch gelukt? Gewoon best doen, denk ik. Je best doen. Met elkaar, hè? Ja. Teamprestatie. Ze is inmiddels op 74-jarige leeftijd.
En in 20 jaar heeft ze ruim 21.000 wandelkilometers gemaakt. En dat is vergelijkbaar met een denkbeeldige wandeling van de Noord- naar de Zuidpool. Janne Verschuren-Leitens uit Waalwijk. En de treetjes zijn voor u geen probleem. Hoe lang duurt de gemiddelde wandeling bij u? Nou, 2 uurtjes. 2 uurtjes. En dat is hoeveel kilometers in uw vak? Nou, dat is ongeveer 12 kilometer. En loopt u ook lange bijzondere wedstrijden? Ja. Ik heb 2 keer de Friese Elfstedentocht gewandeld. Airborne-tochten, Limburgse Vierdaagse. 7, 8, in Nijmegen 19, 80 van de Langstraat 18 keer, dus, en er is ook nog veel meer. 22.000 kilometer alles bij elkaar. Dat is geweldig. De jury was echter unaniem van oordeel dat er 1 nominatie uitspringt, omdat niet alleen de prestatie extra bijzonder is, zoals die van de andere kandidaten, maar zeker het verhaal achter deze prestatie. Het laat zien dat sportief spel wordt beloond en je kan brengen tot de hoogste treden op het podium. De winnaar van de beste sportprestatie 2011-2012 van de gemeente Waalwijk is de meidengroep. Ik krijg even instructies voor de foto. Hadden jullie ook een aanvoerder? Hier is het niet, een reserve aanvoerder. Wat jammer dat ze dit hoogtepunt moet missen. Mag ik jou dan deze mooie schoen overhandigen en feliciteren? Goed zo. En ook voor jullie is er een check van de Ramadan. Wat er mee gaat gebeuren. En een bosje bloemen. Nou, we kunnen wel vasthouden, denk ik. Stoere meiden. En dan is het denk ik nu tijd voor een feestje. Nu verovert hij heel Nederland. Van Den Bosch tot Sneek. Van Rotterdam tot Maastricht. Een daverend applaus voor René. La 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 la
Ik sta bij een winnares. Of niet? Ja, Fleur? Wat vind je van de prijs? Leuk. Ja? Ja. Trots, hè? Ja. Ja? Wat vindt oma van de prijs? Nou, dit heb ik voor de eerste keer kunnen doen zonder dat ik hulp van een ander hoefde te vragen. Dit kon ik alleen doen. En ik werd er koud van toen ik het bericht kreeg dat ze ook genomineerd was. Ja, ik was helemaal ontroerd. Ik denk, dat kan ik maar eens, zolang dat ik nog leef, meemaken. Het is ook geweldig. Ja, ja, ja. Zo jong en al zo behulpzaam. Ja. Ja, onze kinderen waren het ook, want ik zit al van mijn 40ste in de rolstoel. Ja. Onze kinderen waren het ook, maar wat zij doet, want we hebben 8 kleinkinderen, ik hou er evenveel van. Maar van haar ietsjes meer, omdat ze zo behulpzaam is, ja. Hoor je wat oma zegt? Ze houdt stiekem, moet je tegen niemand zeggen, ietsjes meer van jou dan van de anderen. Ja. Waarom heeft u er genomineerd? Omdat, ik had het vorig jaar ook gelezen in de krant, ja. Want als je in een rolstoel zit, lees je meer de bladen, ja, ja. Dan heb je het niet zo druk. En toen heb ik het nu ook weer gedaan en ja, er komt alleen maar bij. Ik denk, hoe kan ik dat kind nou eens een keer iets geven waar ze heel haar leven, als ik er niet meer ben, kan zeggen, dat was mijn oma toen. Ja. En toen heb ik erop gereageerd en ja, het is gelukkig goed afgelopen. Ik ben zo trots op haar. Ja. U hoeft op mij niet trots te zijn, maar op haar wat ze doet. Ja. Ja, ik ben ook echt trots op je. Mag ik een high five, Fleur? Ja. Trotse mama? Ja, zeker weten. Ja. Ja, het is toch heel bijzonder als een oma dat voor een kleinkind wil doen. En inderdaad, voor later is dat gewoon ontzettend leuk dat ze altijd een herinnering eraan heeft. Ja. Ja, maar kijk, ik neem aan, jij bent de moeder. Het heeft ook te maken met opvoeding. Nou, dat zeggen ze wel, maar wij hebben het haar niet geleerd of zo. Zij heeft eigenlijk al vanaf het begin af aan had ze zoiets van dat ze wel zag dat oma anders was dan andere oma's. En ja, het zit gewoon in het kind. Ze doet het thuis ook voor haar zusje, daar is tweede moeder echt voor. En ja, het is niet dat wij haar dwingen van, goh, ga dit eens doen of dat doen. Ze wil het gewoon zelf heel graag. En ja, daar ben ik wel trots op zo'n meisje. Fleur, vind je het leuk om oma te helpen? Ja. Ja? Doe je dat iedere dag? Soms. En wat doen we ook heel veel samen? Iedere dag bellen. Ja, maar wat doen we dan aan het tafeltje voor? Wat gaan we dan samen doen? We hebben het van de week nog gedaan. Kaarten. Kaarten met oma. Ja. En ja, wat doen we dan met kaarten? Hoe heet dat spelletje? De P van... Op school mag je het niet. Weet ik niet meer. Pesten? Ja. Ja, leuk. En dat is de opa. Ja, leuk. Geweldig. Trots. Ja. Ja, ja, top. Ja. Nou, dankjewel Fleur. Mag je me eens even vasthouden? Ja hoor. Ah, grapje. Hé, hey, wat vind je ervan? Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Het is heel leuk, want we zijn eerste geworden en dat is helemaal geweldig, toch? Want wat doe je precies? Ja, we hebben gewoon gewonnen van de sportploeg van het jaar in Waalwijk. Ja. En wat voor sport? Voetbal. Om te zien of ze wat van je vinden. De laatste dag dan kan je weg mee. Hey! Ze mogen van me zeggen wat ze willen. Ik trek me daar toch wel lekker niets van aan. Omdat ze kletsen is om zo te gillen. Ik draag me daar even kant op aan. Ze moeten maar zo naar zichzelf kijken. Ik ben niet vooruit, is nu echt weer aan start. Ik laat ze lekker lullen. En zo verhalen. Ik zeg er al, ook al. Ze mogen van me zeggen wat ze willen. Ik denk me daar nog op. Ah, omdat ze de laatste is om zonder willen. Ik blijf er eigenlijk de kant te gaan. Ze moeten maar eens naar zichzelf kijken.
die praatjes meer en meer dan zout. Ik laat ze lekker lullen. En zo gaan we lachen. Alle gezellige mensen, we gaan op. Ja, la, la, la. Hey, wie heb ik naast me staan? Marjolein. Oké, en jij bent? Kunstenaar. We hebben samen de prijs gemaakt, de leest met voor de ondernemers en de sporters. Leuk. Ja, en ik ben van de Zaakmans en van de Penselen. En samen, hier is mijn partner die daar ook in zit. Jij zit er ook in? Ja, zeker. Wil je even voorstellen? Jorgen Broekhoven, beeldend kunstenaar en grafisch vormgever. En ja, zoals Marjolein al zei, we hebben een ontwerpbureau daarin, Zaakmans en van de Percelen. Samen met Okkerblauw, tekstschrijver en beeldvormer. Ja. En daarin maken wij onder andere huisstijlen, van logo's tot bijzondere objecten zoals we vandaag hebben gedaan. Ja. Zowel de jeugdmedaille als de onderscheiding voor de ondernemers en de sporters. Hey, maar waar halen jullie de inspiratie vandaan dan? Ja, het komt een deel natuurlijk ook vanuit de vraag van, van de gemeente. Die hadden zoiets van, nou, we willen eigenlijk iets hebben wat echt bij de gemeente Waalwijk past. En dan zit je natuurlijk snel in de schoenindustrie en dat soort dingen. Maar dan met een heel modern jasje, omdat het natuurlijk ook iets vernieuwends moet zijn. Ja. En uiteindelijk zit je ook met een bepaalde prijskategorie wat het moet kosten. Dus je gaat kijken van, nou, hoe kan je bepaalde dingen simpel maken en toch gewoon heel uniek voor Waalwijk. Maar ook dat het toch iets moois is om te hebben. Ja. En zo, dan gaan we een beetje stoeien zo, met allerlei dingen. Het is volgens mij aardig gelukt, hè? Ja, zo aan de reacties te merken inderdaad zijn we wel geslaagd. Hiernaast me staat de winnaar van de ondernemersprijs. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Wie bent u? Ik ben Bert Verwijlen uit Sprankeballen. Ik ben eigenaar met mijn zoon samen van een aannemersbedrijf Infra en Cultuurtechniek. Ja. En dat bestaat onder straatwerk, aanleg sportvelden, onderhoud sportvelden. Wij werken zo'n beetje in een regio van ongeveer 35 kilometer uit onze vestigingsplaats vandaan. Ja. Voor diverse gemeentes en andere instellingen. Ja, dat klinkt vrij commercieel, want u heeft die prijs niet zomaar gewonnen, neem ik aan, toch? Ja, dat is weer inherent. Als je heel lang op dezelfde vestigingsplaats zit, dan ken je heel veel mensen. Minderheden die geholpen moeten worden met een rommelmarkt, met een ditje, met een datje. En dan springen wij bij, geldelijk of mee machines of hulpstoffen. Ja. Dat is. En ik vind het heel belangrijk dat mensen die het minder hebben in de maatschappij toch geholpen worden. Wat doet dat met u? Ik zag u staan, ik zag u helemaal stralen. En wat dacht jij toen? Meneer heeft het naar zijn zin. Hij is hartstikke blij met wat hij doet. En gaat het nog, zolang hij het kan, gaat hij het nog doen? Ja, maar ik blijf nog even aan de gang. Ik ben 61, maar ik wil nog een paar jaar verder. En ik ga verder met deze dingen ook. Ja. Heeft u nog, wilt u nog iets zeggen tegen al die andere ondernemers? Die misschien wel zoiets hebben van, nou, eigenlijk wil ik ook wel maatschappelijke initiatieven ondersteunen. Ja, ik zou zeggen, probeer allemaal iets meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dat is mijn slogan. Meneer de burgemeester. Hallo, goedenavond. Ja. Waar zijn we mee bezig vandaag? Met Waalwijk Ontmoet. Voor de eerste keer. Ja. En Waalwijk Ontmoet, vrijwilligersprijs, ondernemersprijs, sportprijs en een jeugdlintje. Ja. Nou, daar kunnen we van zeggen, dat doen we dan 4 keer apart. Mm-hmm. Of je kunt zeggen, zet dat allemaal bij elkaar. Ja. En als je dat allemaal bij elkaar doet, krijg je dit sfeertje. Ja. Moet even luisteren. Dit bedoel ik. Volgens mij bevalt het de meeste mensen uitstekend. Ja. Ik zie hier een gemêleerd publiek. Mensen van, vanuit de sportwereld, vanuit de vrijwilligerswereld, vanuit de ondernemerswereld. Ja. Die komen hier bij elkaar. En dat was de bedoeling, Waalwijk Ontmoet. Ja. Wat is het doel van vandaag? Dat Waalwijkers door elkaar te ontmoeten het nog net iets prettiger maken dan het hier gewoonlijk al is. Ja. Is dat gelukt? Ja, volgens mij wel. Ik denk dat de formule zoals we dat gewoon nu doen,
Met eventjes in het begin de serieuze dingen, maar dan wel spannend. Hè? Van wie wordt de sportkampioen, wie wordt de vrijwilligerskampioen. Nou, dat is er goed uitgekomen. En daarna gewoon feestje, jongens. Ja. En dan een feestje met de vaste bestemming. Ja. En niet zo onduidelijk als een haren. Duidelijk, meneer de burgemeester. Duidelijk. Oké. Okay. Allerlaatste vraag. Volgend jaar weer? Ik denk dat het even natuurlijk morgen, hoe heet dat bij ons ook alweer, evalueren. Evalueren. Ja, maar volgens mij, als ik aan die meneer vraag van waar vind je er nou van, dan denk ik dat volgens mij de meeste mensen het wel bevalt. En ik zou zeggen van, dit is nou de eerste keer, laten we volgend jaar gewoon proberen zoiets opnieuw te doen. Ja. Nou, ik ben het met u eens. Oké, okay, nou dan zijn we met elkaar eens. Ik vind het hartstikke leuk, ik heb het naar mijn zin. Als niet Brabander. Wij zijn gastvrij en u bent welkom. Dus wat dat betreft, niks aan de hand. Dank u wel, meneer de burgemeester. Meneer Gullert de Jongere, tot ziens. We gaan op zoek naar de René. Ik weet niet waar die is. Hallo, René. Goeiedag. Hoe vond je het gaan? Ik vond het heel gezellig. Ja, zoals altijd hier in Waalwijk. Ja, 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 ja. Het is elke keer weer één groot feest. Ja. Hé, hey, René, waarom ben je hier nou naartoe gekomen? Ja, ik heb wel een binding met Waalwijk. Ik ben, toen de club kampioen werd, heb ik hier op het plein gestaan. En ja, ik denk dat ik hier al nou, misschien wel 5, 6, 7 keer geweest ben de afgelopen jaren. Ik kan niet goed, ja, ik moet even het raderen draaien, maar ik denk toch wel, ja, wel vaak geboekt. Ja, ja. Ja. René, mag ik in één woord van jou weten wat je van vanavond vond? Ik vond het heel erg gezellig. Het is nog hartstikke gezellig als je die kant op kijkt. Er wordt flink gedronken. Zoals in Waalwijk heel goed kunnen, moet ik zeggen. En nou, volgens mij wordt het een feest tot in de late uurtjes, denk ik. Ik denk dat wij nu gewoon verder gaan met feesten. Ja. Zullen wij dat gaan doen? Nou, ik ben Vincent. Hoe heet jij? Indy. Hoe? Indy. Indy. Zijn ook fans van Indy? Ja! Is dat jouw familie of vriend? Ja. Kom eens aan weer. Dus dans jij met mij, dan dansen wij. Samen blij alsof we twee verloren zijn. De drama dans gebroken. Applaus voor Indy. Ja. Ik ben Vincent, hoe heet jij? Pieter. Pieter. Nou, ik ga iets nemen. Ik ga iets doen. En ik moet nog één meisje hebben. Kom jij maar gezellig. Dan gaan we even voor de gezelligheid. Straks doen we dromen nog samen. Ik doe het maar voor de oudere jeugd. Boven 12 doe ik straks. Maar eerst gaan we dansen. Nossa, nossa. Kom op, even dansen. Kom op, jullie ook. Een dansje. Hey. Nossa, nossa. Assim você me manda. Kom op. I said you. I need you, baby. A delícia. Delícia, pra assim você me mata. E lá, ai, se eu te pego, ai, ai, os como os peitos vai. Come on, hey, hey, vamos, hey. Vem, mire. Sábado na balada. Dance, a galera com a sua dança. Uma menina mais linda. Tu comerage, comecei a falar. Oh! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se te pego, ai, ai, se te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se te pego, ai, ai, se te pego. Come on, say, handboom, allemaal, oh, zwaaien, jullie! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se te pego, ai, ai, se te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se te pego, ai, ai, se te pego. Sing it! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Ja, ze gaan nog één keer buigen en een groot applaus. Dan kan je ze buigen, dankjewel. En wie bent u?
Ik ben Jos Dame, voorzitter van Stichting Jeugdland Waalwijk. Oké. U heeft de prijs gewonnen? Ja, wij mochten de prijs winnen van de vrijwilligers 2011-2012 van Waalwijk ontmoet als Stichting Jeugdland, met z'n allen. Oké, wat houdt dat in voor de kijkers die niet weten wat het is? Nou, in feite belonen ze ons dat wij dan de beste vrijwilligersorganisatie zijn van Waalwijk. Ja. Kun je een aantal voorbeelden geven van dingen die jullie hebben gedaan? Ja, nou, wij organiseren eigenlijk ieder jaar voor de kinderen in Waalwijk een vakantieweek. Ja. De laatste week van de zomervakantie. In feite is Jeugdland opgezet voor de wat kansarmere kinderen die niet op vakantie kunnen en waar de ouders het budget wat minder is. Mm-hmm. In feite is dat nog steeds de basis. Maar we zien natuurlijk ook best dat er veel kinderen meedoen die wel lekker nog op vakantie zijn geweest. Dat is geen probleem. Iedereen lekker meedoen. Lekker spelen met Jeugdland. Ja, leuk. Hey, je stond net op het podium. Ja. Wat ging er door je heen? Ja. Nou, wij hadden niet verwacht dat we zouden winnen. Wij zijn een heel laagdrempelige organisatie. En wij organiseren het gewoon. En wij hebben gewoon heel veel plezier met z'n allen in de week. En that's it. Ja. Dus als we iets winnen, nou, dan zijn we super dol. En dat hadden we echt niet verwacht. Ja. Het draait allemaal om vrijwilligers. Correct. Ben je nog op zoek naar vrijwilligers? Altijd. Voilà. Weet je wat ik ga doen? Ik geef jou de microfoon. En dan wil ik dat je in de camera kijkt. Zeg maar wat je wil zeggen. Doe een oproep. Nou, Jeugdland is in 2013 van 5 tot en met 9 augustus. Ben jij 16 jaar of ouder? We zien je graag terug als leiding. Kijk op onze site www.jeugdlandwaalwijk.nl naar de foto's, naar de filmpjes en doe mee. Tot Jeugdland. Tot ziens. Dit was Waalwijk ontmoet. Ik heb het onwijs naar mijn zin gehad. Ik ben hartstikke moe zoals je kunt zien. Maar het is tijd om te feesten. Ik ben er klaar voor en ik zie jou volgend jaar. Want je ziet